Goed nieuws voor Overvecht en ook voor Utrecht, want station Overvecht is een monument geworden. De gemeente Utrecht heeft 36 mooie locaties in de gemeente verklaard tot monument en er staat er één, slechts één in de wijk Overvecht en dat is het station Overvecht. Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen om dit station, station overweg tot gemeentelijk monument te verklaren? Er zijn zeker vijf bijzondere redenen voor. En dat heeft vooral te maken met de architectuur. In 1968 werd dit station geopend. Vanaf 1993-1994 is het ook met een bijzondere onderdoorgang gemaakt. En dat is bedacht door de architect mevrouw Laborie. En dat heeft een prachtig gevolg: namelijk dat de tunnel een uh, ja, zee van licht, uh, lucht en ruimte is geworden. Uh, en dat is toch heel anders, veel mooier, veel veiliger ook voor mensen dan de meeste tunnels tussen Overvecht en Tuindorp. Dus dat is het ene belangrijke bijzondere aspect. Het tweede bijzondere aspect is de. Arena, het is een soort ontmoetingsplaats, een plaats waar je uh, kunt zingen, kunt dansen, cultuur kunt beleven. Die arena die is in 2010-2011 verbeterd door Hik-ontwerpers. En die Hik-ontwerpers hebben daar een wat meer groene uitstraling aangegeven, een wat meer knusse uitstraling. En ze hebben er ook iets aan toegevoegd, namelijk de transferversneller. In gewoon Nederlands een glijbaan. Helaas is die nu minder goed zichtbaar, want het wordt verbeterd en gerenoveerd. Transferversneller is een idee van Hik-ontwerpers. Onder andere Marije van Bork heeft met haar kunstenaarscollectief Heldere Innovatieve Kunstenaars Hik Gedacht, we gaan hier een wat spils karakter aan geven, want alleen beton maakt het wat saai en onveilig. Ze zijn daarbij geïnspireerd door een schilder uit Frankrijk, Frank Gonard, met een bijzonder schilderij op de schommel. Een man die kijkt naar een vrouw op de schommel. Een beetje schunnig, grappig. Zoek het naar communicatie. Zoek het naar communicatie, want mensen lopen hier langs elkaar heen. En deze originele gedachte, de transferversneller, snel ergens komen met de glijbaan, snel op een ludieke manier ergens mensen ontmoeten, is toch wel een mooie knipoog naar uh, het menselijk maken van architectuur. Dat ook gewaardeerd werd door allerlei deskundigen, dat ook gewaardeerd werd door de Monumentencommissie. Nou, het is natuurlijk een waardering voor de bijzondere. Weergave van het station hier in Overvecht en het ligt hier op de grens van Overvecht waar de mensen gemiddeld niet zo lang gezond zijn als in Tuindorp en in Tuindorp worden mensen gemiddeld 15 jaar langer gezond. En er was dan ook in de originele gedachte begin jaren 90 door mevrouw de kunstenaar Labory, de architect bedacht, we willen een onderdoorgang hebben waar dus die Rijke wijk, die arme wijk, die mensen van verschillende culturen elkaar ontmoeten. En die onderdoorgang, die heeft ruim 20 jaar positief gewerkt. Het was een lichte, ruime, luchtige tunnel, dus het was geen bron van ergernis, geen bron van onveiligheid. Je kon, daar, je kon daar ook niet misbruik van maken. Er zijn veel mensen die denken dat een monument iets moet zijn dat al eeuwen oud is. Dat is vaak waar, maar ook. Moderne, nieuwe, originele gebouwen met een bijzondere functie. Die kunnen een monument worden.